Lang, heel lang geleden, leefde er eens een lief landsmeisje in een klein vrolijk dorpje aan de rand van een prachtig maar donker bos. Het meisje was aandoenlijk om te zien en werd ontzettend geliefd door haar moeder en grootmoeder. Het lieve meisje werd door de lokale bevolking altijd Roodkapje genoemd, vanwege het goed passende rode kapje op haar hoofd die haar grootmoeder had gemaakt. Op een dag gaf de moeder van Roodkapje haar een mandje met cakejes, die ze die ochtend zelf gebakken had, en een potje verse boter en stuurde haar naar grootmoeder toe. Grootmoeder, die in een ander dorpje woonde, was recentelijk erg ziek geweest en ze hoopte dat dit lekkers haar goed zou doen. Het dorpje van grootmoeder lag een aantal kilometer verderop en was bereikbaar via het donkere bos die de dorpjes van elkaar scheidde. Twee grote gelige ogen volgden elke stap die Roodkapje deed en al snel stond er een grote grijze wolf voor haar en blokkeerde het zanderige bospad. Roodkapje staarde de wolf wat onwetend aan en keek wat ongemakkelijk om zich heen. De wolf verraadde zijn intentie door zijn hete adem en kwijlende mond, maar kwam al snel tot bedaren toen hij in de verte wat werkende houthakkers zag. De wolf vroeg oplettend wat Roodkapje aan het doen was. Ze aarzelde even, maar vertelde al snel vol trots dat ze naar haar grootmoeder ging met een mandje gevuld met cakejes en een potje boter. Roodkapje schudde haar hoofdje op de vraag of grootmoeder ver woonde en wees in de richting van een huisje. De wolf liet weten ook naar grootmoeder te gaan om haar te verrassen en stelde voor dat Roodkapje een andere route zou nemen en hij wees in de richting van een mooie bloemenweide. Roodkapje knikte vrolijk en had het idee alsof de wolf een race had voorgesteld. De wolf rende zo hard hij kon via het kortste pad naar het huisje van grootmoeder. Roodkapje nam daarentegen de lange route en speelde ondertussen tikkertje met vlinders, plukte hier en daar wat mooie bloemen en verzamelde een bakje met eetbare nootjes. Het duurde niet lang voordat de wolf aankwam en op de deur klopte. Grootmoeder schrok wakker en vroeg wie er aan de deur stond. De wolf liet weten dat hij Roodkapje was en dat hij cakejes en boter bij zich had. Grootmoeder, die nog wat verkouden was en last had van een dicht oor, verstond het niet goed, maar riep luid dat ze aan het touwtje moest trekken, zodat de deur vanzelf open zou gaan. Dat deed de wolf. De deur ging open. Nog voordat grootmoeder zag en of besefte wat er gebeurde, was hij al op haar gesprongen en beet hij zichzelf muurvast in haar nek. Grootmoeder sputterde verzwakt tegen, maar lag kort daarna in twee stukken op het bed. De wolf had dagen niet gegeten en deed zich te goed aan het rijpe vlees. Niet veel later besefte hij wat er moest gebeuren en deed hij snel de deur dicht en maakte zijn bek schoon. Hij trok een schone donkere deken over het bebloede bed, kroop er zelf in en wachtte geduldig op de komst van Roodkapje. Er werd aan de deur geklopt. Roodkapje schrok even van de zware stem die ze hoorde, maar gaf al snel de verkoudheid van grootmoeder de schuld
en liet weten dat ze cakejes en een potje boter voor haar had meegenomen. Met zijn beste en minst zware stem zei de wolf dat Roodkapje maar even aan het touwtje moest trekken. Dan zou de deur vanzelf opengaan. Roodkapje trok aan het touwtje. De deur ging open. Roodkapje stapte naar binnen en zag dat grootmoeder onder de dekens was gaan liggen. De wolf gaf van onder de dekens met zijn beste stem de opdracht het lekkers maar even in de keuken te leggen en vroeg of Roodkapje bij haar in bed kwam liggen. Onbewust van de levensgevaarlijke situatie volgde ze de instructies op. Roodkapje legde haar mandje op de keukentafel en begon zich uit te kleden. Niet veel later huppelde ze in haar ondergoed naar het bed van grootmoeder en kroop nietsvermoedend naast de wolf in bed. Grootmoeder, wat heeft u grote armen? Dat is om je beter te kunnen omhelzen, kind. Grootmoeder, wat heeft u grote benen? Dat is om hard mee te kunnen rennen, mijn kind. Grootmoeder, wat heeft u grote oren? Dat is om je beter te kunnen horen, mijn kind. Grootmoeder, wat heeft u grote ogen? Dat is om je beter te kunnen zien, mijn kind. Grootmoeder, wat heeft u grote tanden? Dat is om je beter te kunnen opeten. Mm-hmm.